Vandaag de eerste oefenwedstrijd op de velden van DFO in Kelpen Oorlog spelen voor tegen Eindhoven. Eerste kennismaking met het nieuwe trainer, nieuwe team. We gaan eens even kijken wat het gaat worden en we gaan eens even kijken wat de Luder van vinden. Eerste helft tegen Eindhoven zit erop, wat vind je ervan? Ja, ze spelen goed, als voor de eerste wedstrijd. Ze trainen natuurlijk pas, dus ik vind dat ze wel prima spelen nu. Ja, ik geloof dat we 11 mensen gaan wisselen, dus dadelijk een volledig nieuw team. Ook de nieuwe spelers, wat verwacht je? Ja, vers bloed is altijd wel goed. Dus als er wat nieuws van de opleiding kan komen, is dat altijd wel goed. Fortuna Eindhoven 1-1, vond je ervan? Een beetje tegenvallen. Beetje tegenvallen. Wat verwacht je dan van de tweede helft? Veel beter. Veel beter. 11 nieuwe spelers, jonge spelers. Ja, Umaru Ambalu komt tweede helft erin. Ambalu, zag ik. Dus je gaat zeker scoren. Jouw favoriet? Ja, mijn favoriet. Staat hij ook achter op de rug? Nee, daar staat gewoon mijn eigen achternaam op. Er zit een Kelpen Oler ook onder de rook van Eindhoven bijna. Eindhoven supporters hier. Ja, klopt. Ja, precies wat je zegt. Het is niet heel ver. Dus we dachten van we gaan even kijken. Leuk eerst zelf gezien. Ja, kijk, het is de oefenwedstrijd voor allebei. Dus je ziet, het is slordig, gaat veel fouten bij de kanten. Maar op zich, ik maak me wel. Wie is het om een Eredivisieclub op bezoek te hebben? Ja, wel fijn om dat die bij ons komt voetballen. Goed voor de clubkast natuurlijk. Ja, zeker. Goed voor de clubkast. Natuurlijk. En ook voor de uitstraling van de vereniging, denk ik. Ja, zeker. Schoon gebouw, nieuwbouw. Alles nieuw, groot. Iedereen is laaiend over hoe het gebouwd is. Dus. We zijn blij dat we met de jeugd en de meiden regelmatig naar Fortuna gaan kijken. En op uitnodiging of gewoon spontaan? Spontaan en op uitnodiging. Oké, wij weten dat dit jaar hoog erin, ik denk het wel. Ik hoop het. Ja, daar hebben ze groen shirts en daar hebben ze groen retro shirts. Ja, dat klopt. Ja, ik vond je best schoon en een beetje druk in de thee natuurlijk. Goeie thee. Hopen dat die weer terugkomen. Altijd geel-groen, hè? Wie vond je jezelf? Veel kansen gemist. Best wel leuke combinaties, links en rechts gelag op het veld. Ja, ik zit toch wel vertrouwen. Ja, volgens mij gaan we 11 man wisselen, dus we gaan een compleet nieuw team zien. Ook met de nieuwe jongens. We verwachten voor daarvan. Ja, kijken of die een beetje kunnen aanhaken aan de eerste elftal natuurlijk. Kijken of we een beetje goed met kunnen doen en misschien toch een verrassing bij zit. Ja, laat voor te hopen. Amuseer dich. Ja, dankjewel. Hè. We do it in English, but first I want to say to you, bienvenue à Fortuna. Merci. Thank you for the message. And I'm very happy to sing to Fortuna. And I want to do my best for the team and for the fans. You played in Portugal last year, and now you're going to Eredivisie. How do you think the difference in the level will be? The rhythm is more intensive, but I do my best for all the training and for a little time maybe I come to have this rhythm for the Eredivisie. Vandaag de eerste wedstrijd, Eindhoven. Hoe heb je het ervaren? Nee, het is altijd lekker de eerste wedstrijd natuurlijk. Belangrijk gewoon voor iedereen dat je sterk wordt. En ik denk bij Vlaag hebben we goede dingen laten zien. Misschien wat meer goals kunnen maken, met een beetje geluk ook. En het is gewoon lekker dat we weer begonnen zijn. Ja, de kop is eraf. De volgende wordt... Ja, dat... Gaan we naar Duitsland, geloof ik. Ja, Wiesbaden, hè? Waar onze vriend Anga inmiddels... Ja, die zit daar. Ja, dus dat is leuk om hem weer te zien. En ben benieuwd. Moeten we weer lekker trainen deze week, wedstrijden spelen, sterker worden. Dat is op dit moment het belangrijkste. Ja, en daarna staat een hele mooie uitwedstrijd... Millwall. Ja, het is te hopen dat Zian er nog is, toch? Ja, ik ben benieuwd, ja. Ja, dus je leest allemaal dingen dat hij misschien verkocht gaat worden. Of dat voor die tijd al rond is, of dat überhaupt gebeurt, dat weet ik niet. Alleen voor ons is het leuk om tegen zo'n club natuurlijk en daar ook te spelen. Dus zin in. Milan, eerste minuten in het nog niet officiële Fortuna shirt, maar dat komt eraan. Nee, echt een leuke match. 45 minuten mogen spelen. De tijd was goed. Ik denk dat we aan een paar dingen kunnen nog werken, maar dat is normaal. We zijn het begin van het seizoen. Allemaal, ik ben ook nieuw, dus ik ken iedereen nog niet zo goed. Maar naarmate
van tijd zullen wel verbeteren. Maar een heel leuke match, mooi om te zien. Iedereen is vriendelijk, leuke groep, meer moet dat niet zijn. Nee, precies. De kop is eraf, zeggen we dan. Je kent niet iedereen goed. Wie je wel kent is onze trainer, Danny Buijs. Vorig seizoen, de eerste 3 maanden, ben ik bij hem begonnen. Heeft hij mij laten debuteren. 2 keer gescoord toen. Dan geblesseerd geraakt aan mijn knie. 6 weken uit. En dat was coach spijtig genoeg ontslaan. Dus, ja. Maar blijkbaar heb je een dusdanig goede indruk gemaakt dat hij... Want ik neem aan dat het op zijn vorige bedracht is dat jij de overstap naar Sittard hebt gemaakt. Iemand stuurde naar mij van de coach is naar Fortuna. Dus mijn manager had naar hun gestuurd van zien jullie het zitten? En hij zei van we zien dat zitten. Ik ben op gesprek geweest, was allemaal heel positief. Goed gevoel erbij. Dus ik ben blij dat ik mogen aansluiten ben bij deze club. Ja, Danny Buijs, vorige week de eerste training, vandaag de eerste wedstrijd. Zeker, warme dag. Goede dingen gezien die we moeten verbeteren. Een hoop publiek, dus uiteindelijk een prima aftrap van het seizoen. Ja, 1-1 tegen Eindhoven, eerste divisionist, maar uitslagen tellen niet in oefenwedstrijden. Toch had ik wel graag willen winnen, kan ik je vertellen. En ik denk ook op basis van de eerste helft... dat wij het daar al hadden moeten beslissen. Dat is eigenlijk het enige of een van de weinige dingen waar we onszelf tekort hebben gedaan in dit, met name de eerste helft. Want daar hadden we gewoon een paar goals moeten of meer kunnen maken. Ja, inderdaad. Je domineerde eigenlijk de hele eerste helft. Je maakte hem dan niet. Je krijgt een lullige eigen goal tegen. Maar ja, wat je zegt, belangrijk is, het is druk, het leeft weer en we zijn weer bezig. Absoluut. En die tegengoal is gewoon comedy capers. Daar kunnen we heel simpel over zijn, dat mag absoluut niet op dit niveau. Maar ik moet zeggen dat die jongens het daarna uitstekend hebben opgepakt voor een eerste wedstrijd. Het was alleen jammer dat we niet 2 of 3 goals meer maken de eerste helft, want gezien de kansen kon dat. En de tweede helft werd het een stuk lastiger, maar dat weet je op voorhand. Omdat zo'n grote groep jonge spelers die dan de kans krijgen, die willen graag. Alleen die hebben ook meer behoefte aan ervaren jongens om zich heen om zich aan op te kunnen trekken. En nu moeten ze met zo'n grote groep tegelijk spelen. Dus eigenlijk de tweede helft was een stuk minder, maar dat is ook logisch, denk ik, gezien het verschil in kwaliteit wat binnen de lijnen komt. Ja, je wisselde inderdaad het hele team. Van tevoren was dat, denk ik, duidelijk. Misschien ook door de hitte ingegeven. Nee, wat je tegenwoordig ziet, we hebben best pittig getraind deze week. En dat je de wedstrijdminuten gedoseerd wil uitbouwen, zodat we gewoon niet tegen blessures aanlopen. En jongens elke week fitter en fitter worden, zodat we klaar zijn voor de start van de competitie. In plaats van dat we dadelijk een paar jongens kwijtraken omdat we ze te snel overbelast hebben. Ja, ook 2 nieuwe gezichten vandaag. Wat was je indruk van hen? Ik moet zeggen, iedereen heeft gedaan wat de norm moet zijn. Dat ze hele ziel en zaligheid erin stoppen en alles geven voor het team. Individueel hebben sommige jongens al een hoger niveau gehaald dan anderen. Wat voor de nieuwe jongens met name geldt, is dat je denk ik kan zien dat ze een langere tijd geen wedstrijden gespeeld hebben. Dus die moeten gaan groeien in hun ritme. Maar ik moet zeggen, tot nu toe zijn wij uitermate tevreden over hun inbreng in de afgelopen dagen bij het team. Ja, oké, dat klinkt goed. Een paar mooie oefenwedstrijden voor de boeg. En ik denk voor met name de supporters die naar Millwall, die leeft heel erg. Hoe is dat in de groep? Zeker, maar wij richten ons eerst weer op aanstaande maandag. Dan gaan we weer trainen. Millwall is nog een tijdje weg. Nee, ik denk dat we een mooie voorbereiding hebben. En ook vandaag, eerste helft, prima dingen gezien. Tweede helft, hele mooie ervaring voor met name de jonge jongens. Onder behoorlijk wat publieke belangstelling. Dus dat is alleen maar positief. En wij moeten zorgen dat we ons klaar gaan maken voor de start van de competitie.